Nou, morgen wordt er een groot investment forum gehouden in Miami. Enorm veel werk gedaan door ons consul-generaal daar, mevrouw Renfrum, om toch wel het gezicht van Suriname naar buiten te brengen. En we zien natuurlijk de Verenigde Staten als een cruciale partner in de ontwikkelingsrelatie. We hebben grote Amerikaanse maatschappijen hier zo. Wij proberen het ook op andere gebieden, behalve goud. En ik moet zeggen dat er enorm veel belangstelling is. Er is heel hard gewerkt door het consulaat om dat te promoten. En heel belangrijk in deze is dat wij als autoriteiten ook een sterke boodschap van uitnodiging sturen richting investeerders en mogelijke investeerders. Ik moet zeggen dat we daar een goed team hebben. Een van mijn adviseurs op macro-economisch gebied die gaat een presentatie doen over het economisch plaatje. We hebben de heer Eike Antonius met adviseur proeven op het gebied van investuur om de verschillende gebieden aan te bieden. Maar natuurlijk top of the presentations is onze collega-minister Dodson die zich gaat focussen op de mogelijke investeringen in de mijnbouw. Het inspreken was voor mij heel belangrijk in een nutshell aan te geven de, zou ik zo zeggen, uniqueness van Suriname, die blend van culturen en etniciteiten die vredelievend hier zo aan de kust van de Atlantische Oceaan leven en in het noorden van Zuid-Amerika. De enorme rijkdom die we hebben aan natuurlijke hulpbronnen. Het feit dat wij in feite de longen van de wereld zijn, of een groot deel van de longen, met de bedekking van ons land met zoveel regenwoud. Het investeringsgedrag dat wij tonen richting investeerders. Suriname is toch een land waar investeerders van waar dan ook altijd warm welkom zijn geheten. En natuurlijk de voordelen die wij als land bereid zijn te geven en de faciliteiten verlenen om de buitenlandse investeringen aan te trekken. De belichting van mijnbouw, maar de roep om diversificatie en de verschillende mogelijkheden die er zijn op het gebied van landbouw, natuurlijk, toerisme, waarbij wij dus onze roep van diversificatie eigenlijk goed waar kunnen maken. Het is een stukje branding natuurlijk. Vaak genoeg hoor je in het buitenland van Suriname, maar waar is het? Miami is een hele belangrijke gateway, niet te onderschatten. Het lijkt een klein stadje, maar voor het Caribisch gebied en Latijns-Amerika is het de ingang naar de Verenigde Staten. Investeerders trekken altijd andere investeerders aan op verschillende gebieden, ook op het bankwezengebied. Dus het is heel belangrijk dat men ons leert kennen. Zoveel Caribische landen doen dat of hebben dat gedaan in het verleden. Eindelijk moeten wij de weg op gaan om ons land zo goed als mogelijk te kunnen verkopen. En natuurlijk een zo goed als mogelijk beeld van ons land te scheppen. Want onbekend maakt meestal onbemind. En hierin willen wij de draai geven. Het is de eerste die we gaan doen. Ik denk dat het de laatste gaat zijn in de komende maanden en jaren. Maar het promoten van Suriname heel positief naar buiten brengen. En in feite de rode loper uitsteken naar investeerders. Dat is voor ons in feite het doel. En ik moet zeggen dat als team, wij als regering er enorm hard aan hebben gewerkt. Zoals ik zei, mijn complimenten aan het consulaat in Miami, die fantastisch werk heeft gedaan. En dat is het werk dat wij zoveel als mogelijk moeten doen via onze buitenlandse posten. Ons land zo goed als mogelijk naar buiten brengen.